Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Tegenwoordig maak ik niet echt meer veel losse shoplogs. Behalve als het Action is of Primark of zo, maar niet echt meer kleding shoplogs. Ik doe het heel veel in mijn weekvlogs. Maar nu heb ik weer even een keer een aparte video voor jullie. Want mijn weekvlogs zijn altijd mega lang omdat er altijd kleding in zit. Dus mocht je mijn weekvlogs niet kijken en er wel van houden, ik laat heel veel kleding zien die ik pas in mijn weekvlogs. Maar nu heb ik een pakketje ontvangen van Come Get Fashion. Ik mocht daar wat spullen uitzoeken, dus die heb ik gekregen. Dat zit in deze leuke roze zak. Als je er zin in hebt, doe je duimpje omhoog. Vind je het leuk om kleding te zien op mijn kanaal, kleding passen? Laat het even weten. Er zitten trouwens ook andere dingen bij. Ik ben de laatste tijd echt op zoek naar crossbody bags, hoe heet je die nou? Overschoudertasjes. Omdat ik dat heel erg handig vind dat je dan bijvoorbeeld gaat winkelen of iets leuks gaat doen. Het dagje uit en dat je geen tas hoeft te tillen. Maar omdat ik weekvlog, moet mijn camera elke dag mee. Dus die moet erin passen en dat is nog best wel lastig om te vinden. Ik ben echt in Amsterdam op zoek gegaan, maar ik vond geen leuk handig tasje. En toen zag ik bij Come Get Fashion hele leuke tasjes. Dus ik heb er als het goed is 3. En we gaan er nu naar kijken. Nou, het ziet er natuurlijk al heel professioneel uit, vind ik, is een tas van Coco. Meestal zijn het best wel chique tasjes die in dit soort zakjes zitten. Het is in ieder geval heel erg goed ingepakt. Oeh, hij is echt groter dan ik dacht, maar dat vind ik heel erg leuk. Wauw. Hij zit ontzettend goed ingepakt. Ik moet even kijken. Je moet die knopjes naar elkaar toe schuiven en dan gaat hij open. En dan heb ik nog meer papier. Hij zit echt, elk stukje van de tas is bedekt. Dus zo weet je zeker dat hij niet beschadigd aan kan komen. Dus dat vind ik heel erg goed. Wauw, ik vind het ongelofelijk gaaf. Als je mijn Action shoplog hebt gezien, daar heb ik een roze tasje gekocht. En ik zei, ik heb een tasje nodig waar ook mijn camera in past. Maar dit soort tassen in zo'n formaat vind ik niet zo snel. Het is vaak toch wat kleiner. Nou, hier past mijn camera sowieso in. Ik ga hem eventjes monteren. Ik heb nog nooit zoveel verpakkingsmateriaal in mijn tas gezien. Natuurlijk niet milieuvriendelijk. Hij valt echt perfect voor mij. Precies zo wil ik een tas hebben. Exact deze hoogte. Je kunt hem ook een klein beetje verstellen, niet heel veel. Iets langer, iets korter. En nog meer papier. Wauw, ik ben hier zo ontzettend blij mee, jongens. Echt waar. Ik vind de kleur ook nog mooier dan ik dacht. Heel blij mee. En dit was mijn eerste ding. Dus stop. Ja, als je ergens naar op zoek bent en je kunt het niet vinden en dan ineens heb je dit, dan ben je gewoon ontzettend blij. Superleuk. Ik ga gewoon graaien naar het volgende. Oh ja, deze had ik pas uit verpakking gehad omdat ik te benieuwd was. Dit is het enige hoor. Deze is namelijk heel anders dan ik had verwacht. Dit is namelijk ook een tasje met een ster. Maar deze is veel kleiner dan ik dacht. En mijn camera ben ik nu mee aan het filmen, dus ik kan het niet testen. Maar ik denk, nee, je gaat mijn camera niet inpassen. Dus ik weet niet of hij er op de foto zeg maar heel anders uitzag. Ik vind hem echt super leuk, daar niet van. Ik vind hem echt ontzettend leuk. Ik heb ook meerdere tasjes waar mijn camera dus niet in past, omdat ze gewoon te leuk zijn. En zo eentje is dit ook. Maar dit zou ik dan doen denk ik als ik uit zou gaan. En ik neem geen camera mee, maar ik wil wel mijn geld mee in mijn telefoon en een lipglossje. Hij is super leuk, hè? Hij is echt ontzettend leuk. En hij is dus zo'n suède stofje met gouden sterretjes. En je kunt hem ook afkoppelen, hoe noem je dat? Dus dan kun je hem gewoon als los tasje dragen. Dan heb je geen handvat, denk ik. Even kijken. Nee. Dus het is echt eigenlijk gewoon een soort portemonneetje aan een hengsel. Het is echt jammer dat mijn camera er niet in past, want ik vind hem zo leuk. Maar zoals ik al zei, er zijn momenten dat ik geen camera mee neem en dan is dit ideaal. Want dit merk je echt niet dat je om hebt. Dit kan zelfs onder je jas, het is echt top. Dan meteen weer een tasje. Die zit weer heel anders ingepakt. Oh, die is ook ontzettend... Oeh, dit is leuk. Deze kun je dus zo vasthouden. Hij gaat dicht met best wel een leuk... Kijk, met een knoopje. Die zit zo. Deze kun je niet verstellen. Ik ben heel benieuwd. Want vaak is het dan heel kort. Ook een goede hoogte. Ja, ik weet niet wat voor hoogte jullie zeg maar fijn vinden. Maar dit is echt mijn favoriete hoogte. Zo net rond je navel. Of ietsjes lager nog, maar niet hoger. Hier past mijn camera ook in. Dit tasje is veel simpeler eigenlijk. Kijk, die is wat klein. Oh, ik ben zo ontzettend blij, jongens. Want ik heb nu echt heel veel verschillende tasjes. Echt heel anders. Deze is zo mooi chic. En ik vind de details erop ontzettend leuk. En je kunt hem dus ook weer... Je kunt hem niet afkoppelen. Dus dit handvat... Dan zou ik... Ja, het is leuk voor een fotootje dat je hem zo vasthoudt. Maar niet super praktisch of zo vind ik. Want zouden jullie hem zo dragen, ondanks dat dit er aan hangt? Het is wel leuk. En deze heeft gewoon heel simpel één vakje
met, heeft hij een rit? Nee, helemaal geen rit of iets. Dus dit is echt gewoon ideaal, camera erin, mobiel erin en go. En een leuk zwart hiptasje. Dus ik ben dus nu heel blij, want ik heb nu dus 3 totaal verschillende tasjes. En in eerste instantie zou ik gewoon kleding gaan bestellen. Maar ja, ik wist niet dat ze precies wat ik zocht hier verkochten. En ik had nog veel meer leuke tasjes kunnen scoren. Maar ik dacht, ik kan niet alleen maar tasjes. Maar zeker een kijkje nemen bij Comgut Fashion voor deze tasjes, want het is echt top. Oh, helemaal blij. Het is zo'n fijn gevoel als je iets niet hebt. En nu wel. Het volgende is... Oh, de kleding doe ik even op het einde. Dan heb ik hier een zonnebril, want ik heb ook 3 zonnebrillen verpakt. Dus het is ook goed verpakt. Oeh, leuk. En ik hoop dat het een beetje grote monturen zijn. Ik dacht het, maar ja, die modellen hebben vaak hele smalle gezichtjes. En ik heb wel brede monturen nodig. En als ze niet staan, dan kan ik er altijd iemand anders blij mee maken. Ik hoop het. Ja, ik weet niet hoe het in het beeld overkomt. Ik haal het kaartje meteen even af, want ik vind hem erg leuk. Want netjes dat er zo'n... Oh, dat ging makkelijk. Zo'n kaarsje aan zit. Ik vind hem heel leuk. Ik kom even wat dichterbij. Nou, ik vind een zonnebril altijd het mooier dan mijn haar vast. Maar mijn haar vindt het dus. Wat vinden jullie ervan? Ik vind hem erg mooi. Leuk! Dit is mijn lievelingsprint qua brillen. Leuk! Tot nu toe alleen maar leuk. Volgende zonnebril. Die is groot. Ja? Oh, die is cool. Ik weet even niet meer welke bril ik had besteld. Oh, die is mooi. Ik hoop zo dat dit leuk staat bij me. Kijk. Ik ga het kaartje meteen afhalen, anders zie je het gewoon niet goed. Ik vind het altijd zo moeilijk om het te zien bij jezelf, vooral als de bril zwart is. Gaan we? Wauw! Glam? Wat vinden jullie? Ik moet zeggen, ik ben op dit moment niet heel erg uitgerust en lekker. Dan heb ik altijd een wat opgezetter hoofd. Dat is gewoon een feit. Dan staan brillen altijd wat minder. Ik ben een beetje... Blablabla. Maar alsnog vind ik hem echt tof staan. Hiervoor moet ik echt mijn haar vastdoen. Heel tof model. Laat straks even weten, want ik heb volgens mij nog geen welke van de 3 jouw voorkeur hebt. Ik heb mijn gezicht en welke je zelf zou willen. Heel mooie bril. Kijk, hij is echt tof. En hij weerspiegelt me heel erg. Super mooi. Heel leuk. Je weet het gewoon nooit. Je weet nooit of die spullen leuk gaan zijn. Wat is dit dan? Oh nee, dit gaat hem dus niet worden. Oh ja, hierbij dacht ik ga het gewoon proberen. Dat is dan zoiets dat je denkt, ik mag het uitzoeken, dus ik ga het een keer proberen. Dit gaat het niet worden voor mijn gezicht. Dit gaat echt heel lelijk staan. Ik weet dat. Dat staat mij gewoon niet. Ga maar vast lachen. Oh, maar ik ken heel veel mensen die dit echt heel leuk vinden. Oh, wat erg. Ik ga hier het kaartje dus niet afhalen, omdat ik deze dan even aan iemand ga geven. Oh, wat erg. Oh, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Hij is echt ontzettend gaaf. Ik vind het net een soort van Ray-Ban of zo. Ik vind hem heel mooi. Ik vond het cool, want hij had best wel een soort wijd model. Maar dit is echt verschrikkelijk bij mij. Dus ik ga even kijken aan wie ik die ga geven. Maar ik vind hem wel heel erg leuk, de bril zelf. Was dat het alvast sieraden en zo? Ja, ik had 3 brillen, 3 tasjes en 3 kledingstukken. En ik kreeg ook nog een gratis kettingje er trouwens bij. Ik kreeg alles gratis, maar dit krijg je dan nog bij je order. En dat is zo'n... Oh, die is mooi. Golden bar necklace. Heel leuk dat je het erbij krijgt. Super schattig. Ik heb een ketting. Maar echt heel leuk. Mocht je trouwens benieuwd zijn naar mijn oorbellen. Sommige mensen worden misschien gek van de promotie omdat ik het op Instagram al heel veel heb gedaan. Maar ik heb mijn eigen sieraden shopje op Instagram waar ik niet veel sieraden verkoop. Maar een paar die ik zelf ontzettend leuk vind. Dit heb ik zelf in elkaar gezet, zeg maar. En deze verkoop ik voor niet zo heel erg veel geld vergeleken met wat anders op slag vind ik zelf. Ik heb oorbellen tussen de 5 en 9 euro in mijn shop. En ik kreeg gisteren allemaal vraag, wat een leuke oorbellen, waar zijn ze van? En dan voelde het zo leuk om te kunnen zeggen, die zijn van mijn eigen shop. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, staat in mijn beschrijving commoi.nl, heet ik op Instagram. Ik heb geen website, maar ik vond het gewoon een leuk link. Oké, op het moment heb ik een body van de Primark aan. En dat is heel leuk, een soort van blouseje die dus als een body vast zit. En zoiets heb ik ook besteld bij Comgut Fashion. En dan is het maar hopen dat het past, want ik ben natuurlijk plus size en Comgut Fashion is in principe geen plus size. Daarom heb ik ook niet al te veel kleren besteld, want het leek me heel erg zonde als ik het niet zou passen. Dus ik hoop dat ik het pas, maar ik weet het niet. Het is in ieder geval een superleuke body en ik zou het heel erg jammer vinden als ik er niet in pas.
Dit is hem. Oh, wacht. Ik ga eerst even de andere twee items doen, want dat zijn jasjes. Dus die kan ik sowieso hier overheen doen. Daar hoef ik niet uit te kleden dat het dan vervolgens het niet vast. Als je me langer volgt, weet je het, ben ik echt een... Ik ben een mega spijkerjasjes liefhebber. En ik vond deze zo tof. Kijk. Ik vind hem zo cool. En ik denk dat hij past, dus ik ga hem nu aantrekken. Ik heb alle sounds in de grootste maat, altijd, op de topshops. Dus mocht je benieuwd zijn welke maat ik draag, de grootste die er is. Hij is leuk en ik hoop zo dat hij past. Yes, yes, hij is oversized. Yay! Oké, mocht je een grotere maat hebben dan ik, dan pas je deze ook. Dus dat is geweldig. Wow, hij is leuk. Oh, dit is zo'n baggy. Oh, hier word ik zo blij van. Dit vind ik zo leuk. Hij valt net tot zeg maar, normale lengte, niet over je bil, niet kort. Oh, ik ben hier zo blij mee. Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat hij zo zou vallen. Ik dacht dat hij misschien een beetje strak zou zijn. Kijk hoe dit jasje zit. Zo lekker. Het is perfect voor de zomer. Want vaak vind ik spijkerjasjes, hallo. Vaak vind ik spijkerjasjes een beetje te heet in de zomer. Maar deze is loose en... Ik vind het de mooiste denim kleur ever. Ik kan echt niet wachten om deze aan te gaan trekken. Oprecht. Voor mensen die mij nog niet goed kennen en denken ze is blij omdat ze het gratis krijgen. Nee. Dit is mijn lievelingsjasje vanaf nu. Nou ja, ik kan wel door blijven praten. Ik kan er echt over door blijven praten. Want ik vind hem zo geweldig. Ik vind hem echt geweldig. Dit raad ik iedereen aan om te kopen. Hij voelt gewoon zo lekker. Ik voel hem niet. Oké, nou genoeg over gezegd. Ik ben er zo blij mee. Dan ga ik nu het volgende passen. Ik blijf wel even staan. Dit is een velvet blazer. En ik weet niet eens of velvet nog één is. Maar ik vond het leuk. En ik weet nu al dat ik straks dit jasje aan ga trekken. Want ik wil hem niet meer uit. Maar ik moet nu even. Kijk. Hij heeft schoudervullingen. Zwart is altijd lastig om te laten zien. Ja, zo zie je het. Oeh. Ik hoop zo dat deze ook past. Hij is heel erg chic. Oh nee, hij gaat te grap zijn denk ik. Nee, hij kan net. Oeh, dit is wel mooi. Oeh, hij is een beetje stretchy. Hoe valt dit nou? Oh, hier zitten de knoopjes. En dan heb je hier flapjes. Hij is voor mij aan de strakke kant. Dicht vind ik hem, het kan. Dus daar ben ik heel blij om, dat dat dus past. Maar zo zou ik hem dan dragen, niet op deze outfit. Eigenlijk zit hij goed. Het is een hele mooie blazer, maar ik vind net in de spiegel word ik helemaal excited. Maar op beeld vind ik dat je het niet zo goed kan zien. Hij staat super mooi en ik heb dit soort dingen dus nog niet in mijn kast. Maar zoals ik al zei, ik zou het niet hierop combineren. Maar hier kan je zo mooi chiquer mee uitzien. Dus hier ben ik ook heel blij mee. En ik heb die schoudervullingen. Ja, ik zou mijn haar weer los vastdragen bij zoiets. Ik vind die schoudervullingen echt ontzettend mooi. Wat een mooi jasje. Ik ben ontzettend blij met mijn items. Ik ga nu de body passen. Oké, dit vind ik echt heel erg jammer. Oké, dit is heel erg jammer, maar deze is te klein. Hij valt zeg maar helemaal open, dus dat kan ik even niet laten zien. Maar dit zou ik wel vast kunnen stikken. En dan zou ik een hele hoge broek moeten dragen. Maar hij gaat ook niet eens dicht van onder. Dit is gewoon te klein. Ik had het kunnen weten misschien. Maar ik vind het heel jammer, want kijk hoe leuk die is. En met die touwtjes hieronder. En het is echt een beetje een blouse stofje. Ik zou hem, ja, ik kan hem aan. Ik zou hem bijna, zeg maar, nu willen knippen en hem op een shortje of willen dragen in de zomer. Maar dat vind ik dan weer zonde, dus dat geef ik hem nu van iemand anders. Maar hij is heel leuk. Dus ik ben in ieder geval heel erg blij met mijn items. Ik ben echt heel erg blij met mijn items. Ik ga gewoon de video zo afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een keer zo'n soort video van me te zien. Laat het even weten. Zie het liever in mijn weekvlogs. Laat het ook even weten. Doe in ieder geval even je duimpje omhoog, omdat het gewoon leuk is. En... heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je nieuw was. Ik vind de body zo leuk. Ik vind het zo jammer. Wat zouden jullie doen? Weggeven of knippen? Of hoge broek? Ja, oké. Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog. En ik zie je bij een nieuwe week vlog volgende week. Woensdag 6:30.